We beginnen de uitzending aan de lange leegte. Daar kwam Ajax 2 op bezoek voor de Amstel Cup. En als Ajax 2 misschien niet helemaal de juiste aanduiding. Want hoeveel clubs zouden niet graag Reuser, Santos en Overmars in hun eerste opstellen? Het trio was erbij, net als Henk Kok. Het Amsterdamse Ajax op bezoek in Veendam. En het stadion heet ditmaal geen arena, maar lange leegte. Ajax met Santos, Reuser en ook met Overmars. En Veendam was van stond af aan de betere ploeg, kreeg de beste mogelijkheden. Vrije schop en de voorzet van Heuvel. En de kopbal, jawel, de kopbal van Stokkenreven, die gaat er net naast. De aanval van Veendam oefende veel druk uit op de verdediging van Ajax. En dat zien ze liever niet. En Slor met Overmars in zijn zak. Hij won binnen 5 minuten 2 duels, Slor. En Gerard van der Lem ziet er ook met zorgelijk gezicht tegemoet. Ik denk dat we het daarop gewonnen hebben. Want ja, je weet, zijn snelheid is natuurlijk enorm. Maar als je dat er al uithaalt, dan haal je al een heel stuk van de kracht van Ajax weg. Dus ik denk dat we dat met elkaar goed hebben gedaan. Veendam houdt druk op het doel van Fred Grim. En die Meijer heeft zijn specialiteit aangespeeld. En dan de 2 beelden erin. En het schot krijgt geen doel. Ajax, schuld en dan doorgetikt naar Reuzen. En dan is het geen buitenspel en een prachtige goal van Reuzen. Prinsen had moeten stappen voor de buitenspelbal. Wel geappeleerd. En kijk eens hoe Reuzen de bal over de pen maakt. Prinsen. Terug van de blessure. Weer in de voeten van Meijer. Probeert zijn gewicht uit te buiten. Bijna de bal vrij voor zijn rechterbeen. Schuurman breed. Verdomski komt aan de rechterkant niet helemaal uit de verf. Hij wil zelf ongetwijfeld ook liever op de as van het veld spelen. Maar het wachten is op de terugkeer van Van der Meulen. Of Albers natuurlijk in vorm. En Van der Meulen zit eraan te komen. Meijer, Schuurman. En Veendam heeft Ajax gewoon in de hout gegeven. Heuvel probeert er langs te gaan en het schot met het linkerbeen. Dat is een hele moeilijke hoek. Veendam, tweede helft. Slor, kopbal. En dan Zuurman met de buitenkant rechts. Probeert hij van een onmogelijke kans, ja, toch nog een doelpunt te maken. Veel inzet. Dan de enige kans van Ajax min of meer in de tweede helft. Schulp en Overmars zijn bij betrokken. En het schot van Overmars wordt verkeerd door Venema. Ik denk dat vooral in de tweede helft is Ajax 2 echt niet meer gevaarlijk geweest. Ik denk dat wij alles goed onder controle hadden. Achterin staat goed. Ja, Overmars heb ik ook niet veel van gezien, moet ik zeggen. Misschien 1 of 2 acties, maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. De irritatie neemt bij Ajax dan toe. Santos, de rechter verdediger, stond gewoon te zonnen. En hier dan de overtreding van McAndrew op Reuzer. En McAndrew krijgt daarvoor een gele kaart. Maar Reuzer wil zelf ook nog even verhaal halen. En maakt dan een slaande beweging. Dat kunt u niet zien, maar heeft het wel degelijk gedaan. En ook de scheidsrechter Braamhaar heeft dat gezien. En er volgt een rode kaart voor Reuzer. En moet Ajax met 10 man verder. En van Gaal, de hoofdtrainer, de technisch directeur bij Ajax, krijgt Reuzer ongetwijfeld voor geestelijke stabiliteit een dikke min. Radomski aan de bal. Speelde geen sterke wedstrijd, maar staat ook niet op de juiste stek. Afstandsschot van Slor en die verdwijnt zomaar in het doel via de voet van O'Brien. Grim naar de verkeerde hoek. Dolle vreugde bij Veendam. Grensrechter Tolstra vlakte nog wel voor buitenspel, maar zelfs dat minder te moeten betwijfelen. Het zou een buitenspel geweest moeten zijn van Meijer, O'Brien. En Veendam probeert meteen door te drukken. Weer Radomski. Terug naar Radomski. Het schot gaat hoog over. En ook Gerard van der Lem ziet dat zijn ploeg niet goed speelt. En hij voelt misschien wel de nederlaag aankomen. Oosting. Ingevallen. Een lange, hoge voorzet. En dan Bert Stokkenreef. Hij kan niet koppen, althans dat wordt beweerd. En zie de onvrede ook bij Grim. Ja, ik zag hem aankomen en mijn man die bleef gewoon staan. Ik weet niet waar hij aan dacht. Volgens mij was hij er niet van bij. Dus ik denk, nou, ik kruip er mooi voor en we zien wel waar hij eindigt. Nou, hij vloog er mooi in, dacht ik. Dus, lastig hoor. Ja, dan had je het moeilijk, hè?
Willis met een afstandsschot. Van Ajax probeert er nog iets aan te doen. Maar het geloof in Ajax te kunnen ontbreekt. Goed schot nog. Het hoofd door doel. Weggewerkt, weggekopt door Wiekens. En dan krijgt Albert de bal. Even met de been erin getreden. En hij ziet Grim verder voor zijn doel staan. Hij ziet dat goed. En gaat hij erin? Nee. Net naast een paar meter, maar toch vreugde bij Albers omdat de wedstrijd meteen is afgelopen. En ik prijs nog even onze lieve heer. De man van de wedstrijd is Bert Stokkingreef, vanzelfsprekend. Ik dank het publiek, maar waar heeft u toch koppen geleerd? Ja, ik heb van de week heb ik er wel veel aan gedaan met Jan Korte. En met Jan Schulting ben ik ook bezig geweest. Dus ja, ik ben gewoon bezig om het beter te maken. Het was natuurlijk helemaal niks. En ja, we zien wel hoe het gaat. En wat heb je eraan gedaan dan? Nou, heel veel ballen uit voorzetten, ballen inkoppen. En met Schulting heeft hij een hekje in de grond gezet. Daar moest ik overheen springen, achteruit, vooruit, op die goal koppen. En dat soort dingen allemaal. Nou, het werpt zijn vruchten wel af, moet ik zeggen. Dus,